Ja, we moeten het even hebben, vrienden, natuurlijk, over de Caroline. Ja, want er is nogal wat aan de hand. Want de Caroline, die is ineens 5 zetels kwijt, beste vrienden. Ja, en ik liep al de hele tijd in mijn hoofd te denken van, ja, gaat ze die 90 minuten volhouden? En daarmee bedoel ik, gaat ze het redden? Tot aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Heeft ze die ausdauer? Ja, want ze stond nu 3-0 voor bij de laatste verkiezingen. Maar ja, zoals het nu gaat, dreigt het zo'n wedstrijd te worden met einduitslag 3-4. Ja, en dan? Ja, dan zegt iedereen, ja, dat was een hele leuke, spannende wedstrijd. Maar aan het eind sta je wel met lege handen. Vrienden, ja, en dat zit er dus aan te komen voor die BBB. Ja, ik ben het ook niet altijd eens met Caroline. Nee, helemaal niet. Nee. Toen met het bezoek van die Zelensky en die actie van haar, nou, dat vond ik heel erg dom. Ja. Ja, en dat ziet zij nu terug in die peilingen, ja. En dat ze een beetje leuk gaat lopen doen tegen de kakelende en zo in de kamer. Ja, dat vind ik ook niet zo geweldig, nee. En dat soort dingetjes, ja. En ze is veel te veel bezig nog met die stikstof. Alleen maar stikstof, nee. De mensen willen nu het asiel. Daar zijn ze mee bezig, asielbeleid, ja, dat houdt mensen nu bezig. En daarom, meer beleid eigenlijk, willen de mensen nu zien van de BBB. Maar ja, goed, ik geef haar nog steeds voordeel van de twijfel, want ja, ik wil graag dat dingen gaan veranderen, ja. En dat kan, als we alle ballen op Caroline doen, maar ja, hey. Maar mensen vergeten dus kennelijk heel snel, ja. Dat blijkt uit dit hele gedoe. Want die VVD krijgt er nu zeteltjes bij. En D66 krijgt er zelfs een zetel bij. Hoe is dat mogelijk, vrienden? Zijn we het allemaal vergeten? De woede die we hadden. De boosheid die we hadden. De ergernis over het beleid gewoon van het kabinet. En dan hoef ik niet al die punten weer op te noemen. Alles ging fout. Ja. En toen hadden we met elkaar besloten, oké. We gaan een proteststem uitbrengen. Nou, dat hebben we gedaan. We kunnen nou toch niet stoppen? Nee, we kunnen toch niet één keer boe roepen tegen het kabinet en het daarbij laten? Nee, natuurlijk niet. Dus daarom, vrienden. Hey, jullie allemaal. Hey, laat Caroline niet in de steek.